Vandaag is een mooie dag. Ik krijg een Nest deurbel. Ik heb momenteel een Nest thermostaat die het prima doet. En ook een Nest camera die alles in de gaten houdt en waar ik overal ter wereld kan ik gewoon meekijken in mijn huiskamer. En als er iets misgaat, dan hoor ik dat. En momenteel ben ik een hele blije gebruiker van de Ring. En dat is voor, die heb ik al een tijdje. En die is voor 1 miljard gekocht door Amazon.com. Maar het is tijd voor een nieuwe. Want ja, Nest komt ook met zoiets. Een deurbel. En wat is daar nou aardig aan? Hij doet aan face recognition. En ik wil ook gaan kijken of ik hem aan kan koppelen aan een automatisch lok. Maar hij heeft wel één groot nadeel. Deze Ring werkt op batterijen. Hij gaat een jaar mee. Nou nee, een half jaar. Nou nee, 3 maanden. 3 maanden. En als het koud is, 2 maanden. Of 1,5 maand. Dus dan moet je hem eventjes eraf halen. Dan kun je hem zo eraf halen. Bam. En dan moet je hem weer opladen. Maar die van Nest, die moet een draadje hebben. En natuurlijk heb ik ook een rookmelder van Nest. En dat allemaal zit in 1 appje. Deze Nest, die moet een draad hebben. Aan de achterkant. Die heeft gewoon power nodig. Geen gedoe met batterijen. En hoe krijgen we nou power in de voordeur? Nou, heel simpel. Kijk, ik heb buiten toch een elektrische auto. En daar gaat een laadpaal heen. Ik heb een gigantische accu van 16 kWh. Of nee, dit is een 8, dat is de oude. En ik heb een zonneconverter. Een zonneinverter. En een laadpaal voor een Nissan Leaf. En een laadpaal voor de Tesla. Dus daar moet toch wel power van te krijgen zijn. Nou, nee. Het moet toch ergens anders vandaan komen. Er moet een draadje komen. Hier, een power. En dat gaat hierin. En dan komt het. Ja, dan komt het hier erbij. Dit komt van de zonne-energie. Dan hup, dan gaat het draadje, dat gaat daar naar boven. Komt daar uit, loopt daar door. En dat gaat weer met ongelooflijk sophisticated middelen. Een 4 namelijk. En dat gaat dus gewoon naar de meterkast. En dan komt het van hier, komt het in de meterkast. Ik heb heel weinig spullen. En ik heb wel een smart meter. En dan komt het hier weer tevoorschijn. En dan komt het hier uit, dit draadje. En dan heb je hier een beltrafo, een ouderwetse beltrafo. Met een stekker die mooi hier in stopcontact kwam. Dus dit was wel een dingetje. Dat kostte wel 3 uur om dit aan te leggen. Noem maar Ziggy. Ziggy. Okay. Ziggy? Ja. Hey, is dit, heb je dit vaker zo, dit soort ingewikkeldheid? Ja, eigenlijk niet. Meestal zit de meterkast bij de voordeur en dan is het zo gedaan. Of een bestaande signaalkabel. Ja. Maar ja, in dit geval was het wel een klusje. Maar wel gefixt. Kijk, de bel die was heel simpel binnen. Dat was gewoon die stopje in de stekker en stopcontact en dan ben je klaar. Maar nu heb ik het echt een professionele ringer. En die gaat een waanzinnig geluid geven. Oké, nou, hij hangt. Ik heb het nu maar even met een latje gedaan, want het is wel belangrijk. Dat ding dat kan ontzettend om zich heen kijken. En als je hem zeg maar op de plek ging waar ik eerst die ring had, dan kijk je tegen de muur aan. Dit ding dat kan echt gewoon helemaal kijken. Dus we hebben een beetje van de muur afgehaald. Dat gaan we nog later een beetje mooi maken. Hij is heel mooi. En hij doet het nu. En ik hoef hem niet meer elke 2 maanden op te laden. Dat is wel heel erg prettig. En we gaan hem nu even installeren. Oké, nu ga ik eens even kijken of ik dat ding kan aanzetten. Nou, de Nest app, die hebben we dus. Oké, installeren. We gaan de Nest app aanzetten. Mijn camera is offline, dat klopt. Oké, ik heb weer een aansluiting erbij. Dus nu gaan we kijken of we hem kunnen configureren. En hij doet het. Pien. Ja, eens kijken. Nou hoor, fantastisch. Oké, kijk of ik hem kan configureren. Ik heb hier de Nest app. Eens kijken of ik netjes online ben. Ja hoor, ik zie mijn camera. Prima. En als ik nu zwaai, dan kun je me daar achterin kun je me zien staan zwaaien. Mijn thermostaat doet het goed. De Protect doet het goed. Ik kan even kijken of het met mijn thermostaat gaat. Die kan ik eventjes wat zachter zetten. Mijn luchtvochtigheid, alles is geregeld. Nu moet ik daar de bel aan toevoegen. We gaan naar instellingen. Nou, informatie over mijn huis, thuis of wezen functies. Ik ga een product toevoegen. En dan moet ik daar de scan de QR-code. Nou, die heb ik hier.
Dus nu kan ik hier, bam, deze toevoegen. Hey, het is een deurbel. Ja hoor. Bekijk de installatievideo, die doen we maar een andere keer. Zorg dat je dit bij mijn hand... Ja, ik heb alles gewoon bij de hand. Doorgaan, haal het. Schakel de stroom uit. Allemaal al gedaan. De kap, de batterijen. Maak een foto van de bedrading. Ja. Hoeveel draden zijn verbonden? 2. Oh. Nou, je ziet echt hoe, wat we allemaal al gedaan hebben. Dat hebben we allemaal gedaan. En overslaan, ja. Oké, bevestig dat. Schakel de stroom weer in. Is die blauw? Ja, hij is blauw. Ik doe het bij de voordeur. Er wordt gezocht naar de camera. Moest even iets dichterbij bij de bel, want het gaat via Bluetooth. De volgende verbindingen met de test met Nest Protect. Hij zoekt naar wifi netwerken. Ik krijg een lijstje. En dan ga ik natuurlijk kiezen. Glasvezel Huis Evert. Wachtwoord even intypen. De volgende. En mijn deur draait vervolgens op mijn glasvezelnetwerk. Eens kijken wat hij gaat doen met 500 megabit. En ja hoor, hij is toegevoegd aan mijn Nest-account en hij gaat nu voltooien. Ja, ben klaar. Eens even kijken, de volgende. Ik kan nu live beelden gaan zien. En ja, fantastisch. Prima beeld. Ik kan nog naar, ik kan de WIG nog installeren en kan ik naar links of rechts. Maar dit is echt gewoon perfect. Volgende. Heb je een elektronische bel? Nee, die heb ik niet. Ik heb een mechanische bel. Ik kies een taal. En taal en ik ben klaar. Oké. Nou, alles in één app. Ideaal. En nu ga ik natuurlijk verder kijken, want ik kan allerlei leuke dingen doen. Ik kan zeggen bij die voordeur. Ik kan thuis afwezig functie, schema's, meldingen en bezoekersmeldingen. Dat lijkt me ook wel interessant. Het lijkt me leuk. Dat gaan we eens even experimenteren om dat aan te zetten. Je speakers en scherm met Google Assistant kunnen je laten weten wanneer de bezoekers aanbellen met je Nest Hello. Ja, dat lijkt me leuk. En ook wel activiteitenzones, dan is het als er dus iemand in de buurt komt, dan kun je al meteen een melding krijgen. Dat is ook heel erg handig, dat je gewoon weet dat er iemand aankomt. Alleen dat is een extra functie, een abonnement moet ik daarop nemen. En dat ga ik natuurlijk eens een maandje uitproberen, kijken wat hij doet. Koningsbergstraat, living room, subscribe. Ik ga een 5 dagen videogeschiedenis, 50 euro per jaar, 10 dagen 100 euro per jaar en 30 dagen 300 euro per jaar. No thanks. Nee, dat hoeft niet. Die front door, ook weer 50 moet ik ook niet hebben. Ik wil eigenlijk 5 dagen hebben. Ja. De checkouts. De volgende dag. Dietie is er weer. De ring hangt er weer. Want de Nest doet het niet. En het was nogal dramatisch. De bel bleef gewoon hangen. En uiteindelijk is die gewoon, heeft hij de stoppen doorgeslagen. En is de transformator kapot gegaan. Terwijl het keurig netjes geïnstalleerd is. Dat is helemaal geen probleem. Maar de bel bleef hangen. Je bleef gewoon, je hoorde gewoon een geknar. En op een gegeven moment, toen ik weg was, is dus de stop uit het huis gesprongen. En hier zie je hem weer. En ja hoor, kijk, dit is het. Hij is gewoon spontaan geëxplodeerd. Dat ding. En je ziet het inderdaad. De transformator trok het niet. Dat deze bel permanent stroom begon te trekken. Dus die heeft ook de stoppen eruit geslagen. En hij had al eerder een klant gehad waarbij dit gebeurd is. De bel bleef hangen en de transformator explodeerde. Wel scary stuff voor een deurbel. En het kwam dus doordat deze bel, die zegt dan ping, maar die blijft dan hangen.
Die komt dan niet meer terug. En dan blijft hij de spanning trekken van de transformator. En op een gegeven moment trekt hij dat niet meer en stopt hij. Dus, maar waarom? Wat nou, deze bel krijgt een impuls en die moet dan gewoon weer stoppen. Maar die bel die doet gewoon zijn werk. Die zegt bang en dan moet op een gegeven moment de bel weer stoppen met een impuls geven. En dan gaat hij weer vanzelf terug. Ik geloof niet dat de bel blijft hangen. Nou, we zullen zien als we nu een nieuwe bel en een nieuwe transformator erin zetten. Maar inmiddels ben ik dus bijna 2 dagen bezig geweest. Het is 4 uur geweest om te installeren. Maar dat lag aan mij. Dat was gewoon hierboven was het ingewikkeld om helemaal van naar de meterkast te gaan. En nu de dag daarna moest ik weer hier thuis blijven om nog een keer de monteur binnen te laten en alles nieuw te krijgen. Maar ik ben benieuwd of het nu werkt. Goed, we gaan eens even kijken. Hij doet het hier. Maar we horen nog niks. Als we dus gewoon hierop drukken, dan moet hij de bel het doen, maar de bel doet het niet. Nou, een nieuwe bel, een nieuwe transformator, dat doet het hem niet. Dit is nog even een beetje een hele interessante puzzel. Ik moet nu weg. Het volgt nog meer.